Ik zat eens in een vliegtuig naast een rooms-katholieke priester. Ik zag die man lopen op het vliegtuigveld en ik zei in mijn gedachten tegen de Heer Heer, Ik zou toch wel eens heel graag met die man willen praten. Wel, ik zat precies naast hem in het vliegtuig. Zo, de Heer heeft me gebed geantwoord. Hm. Ik heb een gesprek met die man gehad over verschillende onderwerpen, maar één gesprek. Lijn die ik hem vroeg. Ik vroeg hem: Meneer, ik zie dat u een priester bent. Zou u mij willen verklaren hoe ik zalig kan worden? Hij zei: Ja, meneer, dat is. U moet uh, Gods geboden onderhouden. Echt, ik zit hier. De wet. Te, de, de wet, ja, ja. Maar als ik die nou al gebroken heb. Wat dan? Ja, dan moet u maar naar ons komen als priesters. Dan zullen wij u uh, door, uh, door ons doen en de, en, en de priestelijke taken ook uh, uw zonde mogen vergeven. Nou, dat was wel echt een hele, een hele bijzondere priester hoor, dat moet ik zeggen. Uiteindelijk heb ik hem ook deze vraag gesteld. En ik heb natuurlijk wel weerlegd elke keer: hij begreep wel heel snel dat ik niet zo dom was. Uh, dat ik mezelf uh, uh, wel wist waar ik het over had. Mm -hmm. Toen vroeg ik aan hem deze vraag: ik 'Zeg, nou, in jullie kerken leren jullie ook dat we de Heilige nodig hebben, dat we tot de Heilige moeten bidden? Ik zeg, kunt u mij eens uitleggen waarom ik tot de Heilige zou moeten bidden?' Toen zegt deze man iets: 'Meneer, u kunt niet zomaar naar Jezus gaan. Daar heeft u Maria.' Of Petrus, of Thomas, of wie elke Heilige, maar ook die moet u gebruiken om tot Jezus te gaan. Nou, mijn mond viel bijna open. Ik zeg echt, zo so, we hebben ik, we hebben alle Heiligen, dan hebben we Jezus, en dan is die weg open tussen hem en God. En zo so, beeld ik me dat in. En ineens gaat het op mij een lichtje boven. Ik zeg tegen die man: Weet u dat eigenlijk ik u wel heel goed begrijp? Want voor vele jaren heb ik dat ook gedacht. Mijn heilige heette niet meer Thomas of Petrus of Maria. Mijn heilige was: Ik moet meer nederigheid, meer heiligheid, meer oprechtheid, meer verdriet van mijn zonde, meer gebrokenheid. En als ik die allemaal heb. Nou, ja, dan kan ik misschien wel naar Jezus gaan. En ik zeg: Meneer, God heeft me laten zien. dat ik dan zelf middelaar gaat worden. Tussen de middelaar. En dat is het einde van het Evangelie. Mag ik u nou eens laten weten dat wij tot Jezus mogen en moeten komen? Als een volledige zondaar. En dat is zo bevrijdend. Nog dagelijks kom ik alleen maar als een zondaar naar de Heer Jezus. Ja. Hij is de middelaar die de weg is tot de Vader. Daar hoeven wij niets mee te brengen. En als we iets meebrengen, dan zegt ook ergens onze beleidenis dat is blasfemie. Ja. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Eh, godslastering. Dat is een groot woord dat Guido de Berg gebruikt. Zeker. Als wij iets denken meer nodig te hebben dan Jezus, is dat godslastering. Kijk, dat gaat tegen onze trots in. We willen toch graag wat zijn?